Oh, ik zou nog eigenlijk trouwens terugkomen op waarom ik nu op de 1400 calorieën zit. Staan we dan met een lekke band? Het is ijs dat heel erg laag in calorieën is. Nee! Dan eet ik het gewoon zo op. Ik moet echt wennen aan mijn haar, jongen. Opinia. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Zo, een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Of ik begin de week bij dinsdag, want ik was ziek gisteren en eergisteren ook. En ik had even rust voor mezelf genomen. Ik moet nu een beetje haasten, want ik moet jongens naar school brengen. Daarna ga ik naar de kapper, want ik ga mijn haar laten doen. Ik ben helemaal zat op geblondeerde, dus... Eventually. Nou, dit koekje ga ik niet eten. Jammer. Daar heb ik wel zin in. Mijn haartjes zijn weer helemaal mooi, dankzij deze lieve schat. Alsjeblieft. Je bent echt heel mooi gedaan. Ik ben helemaal blij mee. Oh, super leuk. Leuk, hè? Voor mij? Allemaal leuke spulletjes voor je in. Oh, wat leuk. Even kijken. Oh. Dit had ik ook echt nodig, want die van mij is helemaal vies met foundation. Nou, dat is dan toch. Oh. Cute. En dit is... Oeh, een olie van Moroccan Oil. Oh, lekker. Die je net ook in mijn haar hebt. Ja. Oh, toch. Top. Ik ben net terug van mijn haar doen en ik ga nu even met Nick, ben ik bij, hoe heet het ook alweer hier? Oh, weet ik echt niet meer hoe dat heet hier, maar in ieder geval met woningdingen en zo. Want Nick wil heel graag een bad, dus daar zijn we nu voor aan het kijken, zodat we dan een bad kunnen nemen. Ik ben echt super blij met mijn haarkleur, hè. Het is even wennen, vind ik, want ik een stuk donkerder dan wat ik had. Echt even anders voor mij, maar ik ben er wel echt heel erg blij mee. Ik heb het nu maar even een staart gedaan. Ja. Volgens mij moet ik hier zijn, dat ik hier op mijn bekwerk ga. Villa Arena, daar waar zijn we. Je bent trouwens gewoon nog steeds verkouden, hè? Het is gewoon niet normaal meer, man, hoe lang ik verkouden ben. Oh, ik had ook nog nieuwe oorbelletjes gekocht, kijk. Kijk. Super schattig, ik vond ze zo leuk. En een armbandje had ik ook gekocht. Een nieuwe, nou, dat zie je nu dus echt totaal niet. Ik moet echt wennen aan mijn haar, jongen. Ik vind het zo anders ineens. Maar ja, komt goed. Ik wilde dadelijk nog gaan sporten, maar ik weet nu niet of ik dat nog ga doen. Maar nu heb ik al 3 dagen achter elkaar niet gesport. Echt lazy shit. Maar ik weet het gewoon niet. Ik zit echt in dubio of ik dat moet doen of dat ik dat niet moet doen. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin meer nu. Want ik kan de hele dag erop zitten, lekker bij de kapper, wees chillen, weet je. Nou ja, lekker even een hapje eten samen met Nick en dan lekker naar huis of zo. Ik moet echt zo wennen aan mijn haar. Lol. Nou, de bedoeling was dat we ergens in de stad zouden gaan eten. Maar we hebben een uur lang rondgereden. En toen was dat zaakje waar we normaal altijd gaan, was dicht. In my head. I play a super girl of us. All the magic we gave up. Lekker? All the love we had and lost. A few inches later. Memphis, kom dan, we gaan pizza's maken. Oké, okay, pak even een krukje. Alle twee een eigen, alsjeblieft. Chop, chop. Gebruiken. Zo. Oh, nou, kom, we gaan beginnen met deze pizza. Kijk. Is het leuk? Oh, gelukkig, mijn papa is weg. We ruiken naar vlees. Ja, seitan, maar het is geen vlees. Ik dacht misschien. No! Kunnen we een beetje erop doen? Gaat meteen fout. Ja, gaat meteen fout. Maar wat is seitan? Ja, weet ik ook niet precies wat het is. Je vraagt allemaal moeilijke vragen aan mij. Het schijnt lekker te zijn, volgens papa. Papa zei dat het lekker was, dus ja. Het zal wel. Who knows. Hey, jouw pizza moet ook tomatensaus krijgen. Nee, je moet eerst saus doen, Memphis. Net als een lesje, kijk. Nee, wat zeg je? Mama. Nee, die is van... Maar je mag wel een slokje. Neem maar een slokje. Zo, nu kaas. Oh. Ja. Oh, Memphis, kaas. En nu even wat paprika. Doe maar een kaasje erop, Memphis. Opinia. Paprika. Oh, nee! Oh, Memphis! Niet zoveel! Jeetje! Een peper, denk ik. Hij eet gewoon losse paprika terwijl hij zijn. Je moet niet nu eten, hè? Je ik moet heb wachten. Het lekker. Ik heb paprika eroverheen. Goed zo. Is zo goed. Ja, oh nee. Dat is geknoeid. Moet niet hand. In het midden, want... Ja. En we hebben nog mozzarella ballen. Ja! Ja, die kan je eten, ja. Die zijn lekker.
jij ja, die smelten op toch. Eten, joh. En ja. Moet je zo opeten. Bij jou ook? Wil je het zelf doen? Ja. Wel lekkere pizza's worden dan met veel kaas. Lekker! We hebben allemaal twee, hè? Twee. Wat zei ik nou? Oh ja, Italiaans. En nu hebben we. Niet rauw. Er zit allemaal. Doen we nog een beetje van. Dat krijg ik ook wel niet open. Wauw! Die hebben we mooi gemaakt, hè? Ja. 10 minuten maar? Ja. Dus je mag tafel dekken. Oh. Hou goed vast, hè? Hou goed. Goed vasthouden, goed zo. Papa eet niet mee, hè? Ja, weet ik. Ik heb trouwens een bloemkoolbodem. Ja, maar dat weet ze niet. Dus ik ga het ook niet zeggen. In plaats van een gewone bodem. En kijken of ze het lekker vinden. De pizza's zijn ready. Kom jullie? Ja. Nou, hij is wel echt lekker geworden hoor. Meneertje, koekpeertje, is die lekker? Ja. Handig, handig, handig. Hoi, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag, de jongens zijn naar school. En ik ga zo lekker sporten. Ik heb al 4 dagen niet gesport, dus nu is het echt tijd om weer te gaan sporten. Ook kijk ik de hele tijd naar mezelf, daar boven in het klepje. Omdat ik nieuw haar heb en ik echt super aan mezelf moet gaan wennen nu. Sorry, you guys. Het is gewoon even anders en zo, weet je. Dus ik moet gewoon eventjes wennen aan dit. Dus ja... Bear with me. Jee, daar was ik gebleven. En ik ben nog ongesteld, dus ik kan nog niet wegen echt. En ik denk dat ik hem nog even 2 weekjes doortrek. Omdat ik toch nog net die vetpercentage ietsje naar beneden wil hebben nog. We moeten even snel weg. Dus ik heb hier gewoon mijn lunchpakket even meegenomen. 2 broodjes met Philadelphia, een peer en zo'n... Naked reep, banana bread. Ik was net klaar met sporten. En toen zei Nick van hup hup, we gaan. Want we moeten nog even dingetjes doen. Dan eet ik het gewoon zo op. Ja, kan ook hè. Ja. Mijn benen zijn echt maar de tiefst. Helemaal verzuurd. Helemaal verzuurd. En je gaat dan ineens weer hardcore. Dat voel je echt. Dat voel je daar echt. Staan we dan met een lekke band. Ik ga de tandarts maar meteen bellen. Oh ja, want je moest naar de tandarts eigenlijk, hè? Oh my god. Maar weet je wat het was? Vanochtend toen ik naar sport ging, was er al iemand die zat te seinen naar mij. En ik dacht al van, wat de fuck zit hij nou weer te seinen? Maar dat is blijkbaar omdat ik toen al een lekker band had. Groen dus. Snap je wat ik bedoel? No! Nou, het is nu 2 uur en we zitten nog steeds te wachten tot we verder kunnen. We hadden dus zo'n spijker in de band zitten. Ja, dat schiet dan ook niet op, hè. Oeh, ik ben echt moe. Ik heb nog niet helemaal geholpen van mijn verkoudheid. Dat is ook zo vet irritant. Ik denk dat ik vandaag makkelijks maar ga maken. Een shawarmaatje of zo. Vegetarische shawarma met een broodje en een salade. En dat wordt hem dan. Ik heb net... De jongens, of Memphis in ieder geval naar bed gebracht. Ik ben helemaal kapot. Helemaal moe gewoon. Echt helemaal blah. Ja, dat is het eigenlijk. Ik ben gewoon helemaal blah. Maar mijn oren die zijn echt heel rood aan het worden. Omdat ze er niet zo goed tegen kunnen. Maar nee, ik zal even kijken hoe ik dat ga doen. Ik ga nu even lekker douchen. Make-up eraf halen. En chillen met mijn billen. Hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en ik ga nu sporten. Ja, ik heb net al ontbijt gehad en alles. En ik ga nu lekker hier in de gym. Sorry, dat was even een boertje door. Moet ook gebeuren. Let's do this. Ik heb vandaag niet zoveel zin om te gaan. En Zeno. Zeno weet mijn struggles omdat ik hem altijd alles vertel. En Zeno. Dus. Wat is dit nou weer? Memphis.
Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is nu... Wat is vandaag? Is dat? Het is vrijdag. De jongens hebben vakantie. 2 weken. En ik ga nu onderweg. Ben ik. Nou, ik moet nog rijden. Huh? Naar de gym. Mijn muziek doet het ineens niet. En I don't know why. Ik heb nog niet echt bedacht wat voor workout ik ga doen. Dat doe ik normaal altijd wel. Maar ik denk, ja, ik ga gewoon naartoe en ik zie het allemaal wel. Ja, dus dat. Oh, ik zou nog eigenlijk trouwens terugkomen op waarom ik nu op de 1400 calorieën zit. Ik vond de sprong van wat ik normaal at naar 1400 vond ik echt te groot. Dus ik heb hem afgebouwd van 1600 naar 1500 en daarna naar 1400. En wanneer ik weer terug ga naar het normale eetpatroon wat ik heb, dan bouw ik het ook weer zo op. Dan ga ik van 14 naar 15 en van 15 naar 16 tot aan mijn normale eetpatroon. Zodat ik niet die hele omslag meteen in ene maak in mijn lichaam. Waarom doet mijn muziek het niet? Oh, het is echt super lekker weer. Maar ik heb alsnog gewoon geen zin om met de fiets te gaan vandaag. I'm sorry. En ik weet dat het niet echt milieuvriendelijk is met de auto iedere keer, maar... Lazy. In de gym word ik weer beest, dus hardcore. Ik ga nu in ieder geval rijden. Mijn verkoudheid begint trouwens echt een stuk minder te worden eindelijk. Oh, die tas. En het zonnetje schijnt, dus daar ben ik ook echt super duper blij mee. Ik heb veel energie vandaag dus. Ik moet echt nog steeds aan mijn haar wennen, omdat het zo anders is. 6.5 hours later. Mooi! Ik ben net klaar met sporten en ik ga nu naar de kapper toe. Met Nick, want die gaat nu naar de kapper toe. Ik ben met de jongens en ik heb niet gedoucht. Ik ga gewoon zo. Hallo, doe jij eens lief? Je broer wil gewoon met je meekijken. Oké, ik heb een hele wereldreis erop zitten. Ik zweer het je. Echt, we zijn 4 uur lang weg geweest. We hebben file op file gehad. Lekker wait. Maar ik ben nu thuis en ik heb lekker met het warme weer heb ik een theetje. Ik denk dat ik echt de enige ben die dat doet. Maar ik vind dat dus super lekker om lekker mijn thee op te drinken wanneer het warm is. Dit had ik al gewenst, hè. Dat wisten jullie. Dit wilde ik gewoon. Dit stond echt heel erg hoog op mijn lijstje. Gewoon lekker een zonnetje. Ik heb nog steeds mijn sportkleren aan, omdat ik te lui ben om mijn kleren aan te doen. Maar ik dacht, dan weet ik dat nu wel. En doe ik even korte kleren aan. Maar als ik ga kijken naar de tijd, is het al bijna 5 uur. Heeft het dan nog echt zin om mijn korte kleren aan te doen? Dat is mijn vraag die ik voor mezelf heb. En tegen de tijd dat ik dit online drop, kan je me ook geen antwoord meer geven. Want dan is de dag al voorbij, dus dat is ook niet echt handig. Ach ja, ik denk dat ik gewoon zo blijf dan. Ik word dan een beetje rood. Ik ben ook blij dat ik de tuin heb gedaan. Yeah. No! En ik heb voor vanavond, heb ik lekker ijscream, baby. Het is ijs dat heel erg laag in calorieën is. En het is echt super lekker om mijn haar. En ze hebben verschillende smaken daarin. En het is echt zo delicious. Als ik het ga eten, laat ik het even zien. Dus als je op dieet bent en je hebt zin in een craving, moet je echt die ijs nemen. Let me check. Het heeft Oppo chocolade hazelnoot ijs. Voor 200 ml is het 160 calorieën. Ja. Chocolade 160 calorieën en ik heb voor vandaag heb ik 172 nog over zelfs. Vanavond is het lekker ijstijd. Zo, een hele goede morgen. Ik ben net wakker en ik heb echt heel snel alles gedaan. Want ik ga mee naar de voetbal. Dus ik heb snel een lunchpakketje gemaakt. En het weertje is heerlijk, dus ik ga helemaal volop genieten. Het is vandaag zaterdag. Yay! Of ik ga sporten weet ik nog niet. Moet ik nog even zo kijken. Ja, kijk eens naar mama. A few inches later. Zo, ik ben nu weer thuis. Het was echt crazy druk vandaag. Ik ben echt van heen hop naar her gegaan. En de hele tijd dat heen en over again. Ik ga nu lekker dadelijk wat eten met vrienden van ons. En dan gaan we naar een Mexicaans tentje. En ik heb daar zoveel zin in. En ik ga niet opletten op mijn calorieën. Ik ga gewoon lekker genieten. De hele tijd niet wat ik aan moest doen. Dus ik heb gewoon echt iets heel basics aan. Ik wist het gewoon echt niet. Ik dacht, fuck it, ik doe gewoon iets makkelijks aan. Inspiratieloos de laatste tijd. Pak klein, hè? Ja. Ik ben super goed. Heb je honger? Ik weet ook niet wat ze hebben eigenlijk. Ik weet niet precies wat voor Mexicaanse dingen. Ik heb een tukkie.
zeker dan. Ja, oh, lekker. Ik geniet. 20 minuutjes. Ik moet mijn haar natuurlijk weer doen en zo. Het duurt echt mega lang. Sterrenijs. Lekker. Die neem ik ook dadelijk. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag en het is meteen ook Pasen. En wij gaan dadelijk even lekker gezellig samen met z'n allen lunchen of ontbijt. Nee, tussenin brunch-achtig iets. Verder niet echt veel op de planning. Ik zit ook nog lekker in pyjama. Dus het is lekker chill vandaag. Dus ik mag ook. Mama, mag ik deze met het broodje? Ja, mag jij. Maar dan moet je eerst op je plek gaan zitten. Appelstroop. Appelstroop. Oh, er zijn twee pakken. En dit? Oeh, lekker. Van wie zijn die croissantjes dan? Van de jongens. Hey. Goed zo. En dus andere kant schuin houden. Ja. En dan moet je nog uitsmeren, hè? Je hebt een hartje gemaakt. Ah. Mooi. Ja, is goed hoor. Om te gaan, we gaan even voor een nieuw barbecue kijken. En het is echt super lekker weer. Dus ik dacht, ik doe gewoon even een deurtje aan. Ik kan vliegen! Ik kan vliegen! Wow, wat goed man. En ik heb alleen hier een beetje inkijk. Want door het afvallen zijn mijn tieten een beetje weggegaan. Nou, een beetje, ik bedoel een hele hoop tieten weggegaan. Dus het is nu een beetje een ingevallen hier geworden. Maar ja, wat heb je gemaakt dan? Heb je een kasteel gemaakt in de zandbak? Wauw. Ja, deze nemen we. Nee, maar een andere kleur willen. Nee, ik wil hem in het roze. Nee, ik wil hem in de andere kleur. Ik wil hem in het blauw. Ja, het is echt een minietje. Mini chef staat er ook op. Maar er staat wel 400 gram. Ik ben hier echt in mijn holy grail. Dit dingetje. Zo super schattig. Die wil ik eigenlijk. Ik heb alleen, god, geen plek meer in mijn huis voor al die dingen. Maar ik vind alles mooi. Ik wil alles meenemen. Kijk, zoals dit. Oh my god, echt serieus. Zo mooi. Kijk nou, dat tafeltje. Zo super schattig met zo'n plant. Of die groene. Oh my. Worden we helemaal zen. 6.5 hours later. Ik was hem gisteren vergeten te filmen, maar dit is hem dus super lekker. Dit was alweer het einde van mijn weekvlog. Vond je het een leuke weekvlog? Vergeet dan niet te abonneren en een dikke vette duim omhoog te geven. Oh ja, en het notificatiebelletje niet meer te nemen en aan te vinken, zodat jij op de hoogte blijft van ik een nieuwe video upload. Ook wil ik even zeggen dat deze week op vrijdag, obviously de vlog op vrijdag is online gekomen, maar volgende week ook, want het is vakantieperiode. En omdat ik ook nog wat tijd met mijn kinderen wil spenderen, doe ik één keer in de week een video en dan alleen op de vrijdag. Maar niet getreurd, want na de vakantie kom ik weer terug met wat ik op een dag eet. Dus stay tuned. En dan heb ik echt ook een hele leuke mega verrassing, leuke surprise, want dan heb ik mijn voedingsschema ook af. En dan kunnen jullie eindelijk zien hoe mijn voeding eruit ziet en waardoor ik zoveel ben afgevallen en strakker geworden en bla 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 bla. Ik zie jullie dus vrijdag weer. Dinsdag geen video. Vrijdag. En vanaf volgende de week daar. Dus na de vakantie. Dan weer gewoon op dinsdag de weekvlog. En op vrijdag een video. Wat ik op een dag eet. En dat soort dingen. Ja, ik hoop dat ik het goed uit heb gelegd. Oké. Okay. Ik zie jullie vrijdag. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't